briljante professor ontdekt een manier om de tijd te manipuleren. Ja, e-mails terugsturen in de tijd. Dat is toch de bedoeling, ja? Maar het verleden verander je niet zonder risico. Alles is fout gelopen. Ik kan het goed maken. Koen de Graven, Matteo Simoni en Robrecht van den Toren in een meeslepende thriller. Terug naar morgen, vanaf 30 september in de bioscoop.